Kom het maar uitleggen op het bureau. Hela, wat is dat nu? Die verdachte gaat lopen. Halt! Halt! Politie! Spel op. Kom joh, tegen de grond. Dat zal je leren. Kom maar, Brigitte. Soms gaat een telefoon. Hallo, met de echte beurtpolitie. Wat zegt u? Er zit een beer in uw tuin. Van waar komt die? Oh, uit het circus. Dan moeten wij als de gesmeerde bliksem naar uw adres komen. En dat is de Stationstraat 24. We moeten hem vangen voor hij onheil aanricht. Er is een beer ontsnapt. We moeten hem vangen voor hij onheil aanricht. Mannekes, we zitten in de code 61. Diefstal van droge voeding. Maar nee, code 61 is zedeschennis en een benzinestation door iemand van de PS. Nee, mannekes, code 61 is een ontsnapte beer uit het circus. Hij zit in de Stationstraat 24. Die nummer ken ik. Ah, en mannekes, zie dat je dat vel van die beer niet verkoopt voordat hem geschoten is, hè. Ja, bij de politie is humor een sterk wapen om staande te blijven in deze jungle. Ja. U heeft gebeld? Ja, de tuin is van achter in de hof. Oké, de tuin eraf. Uit de weg. Opgepast, Brigitte. Een beer uit het circus. Zeer gevaarlijk. Zeker als hem echt is. Wat weinig mensen weten, is dat beren zot zijn van honing. Nu, wij van de echte politie, door onze opleiding, hebben daar natuurlijk een neus voor. Die beer kan een echtje brommen. Jij gaat vanmiddag een hele schone show spelen voor die kinderen in het circus. Verstaan? En jij gaat nooit niet meer ontsnappen. Begrepen? Maar die gaan nu in het circus extra zijn best doen. Hè? Die show wordt berengoed.